Hallo, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Ik ga het vandaag hebben over Neo Finance en wel over de C-min leningen. Dit is de tweede video erover. De eerste video is van een week geleden toen ik zag dat die C-min leningen ineens bestonden. En het heeft de directie van Neo Finance behaagd om nu een week later dan toch maar een persbericht uit te doen dat er C-min leningen zijn. Nou, dank u wel. Fijn dat het zo snel gebeurt. Dat is natuurlijk niet zo netjes van ze. Dat hadden ze eerst moeten doen. Maar goed, we hebben ze binnen. En ik zal op deze foto die ik zo laat zien, zal ik het een en ander eventjes doornemen. Op de foto, zal ik het maar noemen, zien we de C-min rating. Dat betreft leningen die tussen de 36 en 60 maanden lopen, tussen de 300 en 10.000 euro groot zijn en op dit moment een rentepercentage van tussen de 21 en 27% hebben. Nou, daarbij is het van belang dat de C-leningen, de gewone C-leningen, daarvan gaat gemiddeld 13,3% verloren. Daar wordt niet op afgelost. Dus dan moet je rekening mee houden met je rente. Van ja, is me dat waard dat het dat percentage heeft wat verloren gaat? Die C-min leningen moet je ervan uitgaan dat 19,1% verloren gaat. Ik vind dat schrikbarend, maar je moet er wel van uitgaan. En dat betekent dus eigenlijk, het hoeft geen totolos te zijn, maar ja, het betekent gewoon dat je rekening mee moet houden dat je dus een vijfde van je geld kwijtraakt. Nou, het is zo dat je geen verzekering erop kan aansluiten op die leningen, die C-min leningen. En ik heb geen idee of Neo Finance ook daadwerkelijk terug wil kopen. Dus dat weet ik ook niet. Je kan ze naar mijn idee wel in de secundaire markt kopen aanbieden. Maar ook daar zou je dan wel een korting moeten bieden. Maar het grote voordeel van die secundaire markt is, het is geen total loss. Je kan daar, al zou het 50% korting zijn, je kan hem wel aanbieden. En kijken of er mensen zijn die hem dan overnemen en waarmee je verlies hebt gehalveerd. Dus ja, dat zijn dan wat mogelijkheden. Is het verstandig om dat te doen? Ja, dat is aan jezelf. Je kan het berekenen. Als je weet dat 19,1% verloren gaat en je weet wat de rente is en je vergelijkt dat met bijvoorbeeld de B-leningen, waarbij je een veel lager rentepercentage krijgt, maar ook een veel lager defaultpercentage, dan kan je berekenen wat het beste is. Tot op heden is het altijd zo geweest dat B-leningen het meest interessant waren. A-leningen hebben een prachtige kwaliteit, maar een te lage rente. B-leningen hebben het mooiste van beide. En dan C-leningen hebben een hele tijd iets meer opgeleverd. Ik dacht dat met de COVID-crisis dat daar iets verandering in is gekomen. Maar persoonlijk vind ik die B-leningen het prettigst. Er gaan er niet zo heel veel van verloren. En de rente is nogal wel aardig. En C, en zeker C-min, zijn natuurlijk gewoon heel risicovolle leningen. En ja, het doet mij altijd pijn als ik dan geld verlies. Dus ik weet niet hoe dat met u is. Maar goed, ik heb ook een probleem als ik bij het casino loop. Dan kom ik daar gelukkig niet veel meer. Maar dan kost me al moeite om een fiche op de tafel te leggen. Dat kost me meer moeite, een fiche van 5 euro, dan dat ik een belegging van 10.000 euro doe. Dat is dan toch het fysieke, denk ik, of zo, dat niet werkt. Nou, en hier ook met die C-min leningen. Als ik dan weet dat bijna een vijfde ervan misloopt. Ja, dat zou mij gewoon erg pijn doen. En ja, daarom doe ik het in principe niet. Maar ja, goed, als ik een leuke zie, dan pak ik hem misschien nog wel op. Maar tot op heden natuurlijk alleen die 10 euro om het te laten zien dat het werkt. Dat heb ik tot nu toe gehad. Goed, dan laat ik het bij. Tot de volgende keer. Houdoe.